saw golden shoulders lift. Het gaat goed, we komen net van het podium af en we zijn in de regen alles aan het afbouwen. Dus we zijn heel snel onder de partytent gaan staan. Maar het gaat goed. Hoe was het dan met de optreden hier? Het was nice. We waren wat meer op het begin van de dag, in de middag. En het was cool, er waren mensen waren nog een beetje rustig aan het doen, een beetje aan het zitten. Maar heel goed aan het luisteren en we hebben een goede show gehad. Ik ben er blij mee. Was het dan ook eens van je speciaalste momenten uit je carrière? Nou, dat zijn wel hele grote woorden gelijk. Sowieso voor deze festivalzomer was het wel een hele toffe voor ons. Zeker ook omdat we over 2 weken de studio in gaan. Dus we hebben een beetje goed kunnen opwarmen voor de studio, ja. Jullie best beluisterde nummer is Sleep. Is dat dan ook een van de nummers waar jullie trots op zijn? In zekere zin wel, ja. Zeker toen we de plaat aan het schrijven waren, hadden we bij Sleep wel het idee van oké, deze werkt heel goed en dit is wel een van de meer pakkende tracks van de plaat. Maar we hebben die ook uitgekozen omdat het gewoon echt een single is, zeg maar. Hij heeft een hoog tempo en hij gaat goed door. Voor mij is het persoonlijk niet mijn favoriete nummer, wel een van de. Maar mijn andere liedjes zijn ook favorieten, ja. Wat is je persoonlijke favoriete dan? Mijn favoriete liedje is Stranger Now, dat is de laatste liedje van onze debuutplaat. Ja. En waarom is dat jouw persoonlijk favoriet? Het is een van de meer persoonlijkere liedjes. Het ging toen de tijd over mijn break-up toen. En ik vind het tof hoe er heel veel samples van mijn stem in zijn gebruikt, zeg maar. Het was een beetje een soort experiment voor ons. En we hebben een beetje geëxperimenteerd met een soort nieuwere sound, dus dat vind ik heel vet geworden. En wat is jullie speciaalste moment uit jullie carrière? Als we het hebben over schrijven en opnemen, was het toch wel toen we 2 jaar geleden in Londen gingen opnemen met een Londense producer, Larry Hibbitt. Toen hebben we onszelf echt 4 weken opgesloten in de studio en alleen maar gewerkt, alleen maar opgenomen. Dat was gewoon echt wel een heel groot hoogtepunt. En qua shows weet ik nog dat we op Concert at Sea stonden in 2016, dat was super mooi. En vorige zomer stonden we op Central Park Festival in Utrecht. En dat was ook echt een supermooi festival.